Hier, op de weg tussen Waalre en Valkenswaard, komt eind dit jaar een hoogtebeperking voor vrachtwagens. Trucks die hoger zijn dan 3 meter kunnen hier dan niet meer rijden. Nu rijden er nog volop vrachtwagens door Waalre en dat leidt tot geluidsoverlast, fijnstof en soms gevaarlijke situaties. Met de hoogtebeperking moet dat verleden tijd zijn. Hiermee wil onder meer de gemeente Waalre vrachtwagenchauffeurs dwingen de nieuwe N69 te pakken tussen de Belgische grens en de Ring van Eindhoven. Hoe de hoogtebeperking er precies uit gaat zien is niet duidelijk. Chauffeurs worden straks vooraf gewaarschuwd met verkeersborden. Dan kunnen ze op tijd een andere route kiezen. Het vrachtverbod geldt niet voor bussen en ambulances.